Welkom bij NL Magazine Going to the Movies. En naast me zit... Patrick van der Wijk. Ik ben Moes Harout. En dit keer is de one-man show. Het is jouw feest. En het is Pacific Rim, hè? Ik ben naar Pacific Rim 2 geweest, ja. En ik heb Pacific Rim 1 ook gezien. En ik was... Pacific Rim 1 vond ik heel goed. Ja, heel goed. Goede actiefilm. Ja, door, en science fiction, monsters en rammen en robots. En, ja. Oké. En nou heb ik Pacific Rim 2 gezien. En? Maar hij was niet zo goed als één. Hij was niet zo goed als één. Nee, dus wat de recensies zeiden, dat klopte dus. Dat klopt zeker, ja. De recensies waren al niet zo best. Nee. Maar ja, wij zijn zelf mensen van de recensies. Dus, ja. Maar de andere, onze collega's hadden het goed. Ja. Maar zeggen. Ja. Er zat een... het was, ten eerste was de film weer zwaar over de top. Ja. Michael Bay. Toch? Alla Michael Bay, ja, dat klopt. Ja. Dus dat vond ik heel jammer. Ja. De robots die waren wel weer... Wel weer mooi en als science fiction man vind ik het ook wel weer leuk. Ja. Maar ja, de monsters zijn weer groter. En dan worden die monsters worden dan weer nog groter. En goed, bla bla bla. En allemaal, het is allemaal weer van hetzelfde. We hebben het allemaal wel een keer gezien. Niet één keer, ik denk dat we dat 10 keer gezien hebben. Dit. Ja. Weet je? Met Transformers ook bigger, biggest. Ja. Weet je wel? En dan hoe groter kunnen we nog groter dan dit? Ja, dat is wel zonde. Het had zo mooi kunnen wezen. Het werd een beetje Power Rangers-achtig. Met jonge lui erbij. En nee, dat is het serieuze was er helemaal van af. Het begon in één begon best wel nog serieus. En ook al zijn het aan monsters en robots. Maar er zit een serieuze ondertoon zat er een beetje achter. En dit allemaal weer. Mijn vader is dood en ik moet overnemen van mijn vader. En ik ben net zo goed als hem. En ik ben ook de held van de wereld. Allemaal dat zoetsappige Amerikaanse... Zie je veel, denkt, ja, zie je heel veel. Zie je ook met Independence Day, dus de sequel. Klopt, zelfde verhaal. Hetzelfde gezeur. Dus eigenlijk is het gewoon een tekort aan fantasie. Dat klopt. Doe dan niks. Ja. Houd dan gewoon lekker bij één en doe dan gewoon niks. Als je het verder niet kan verzinnen, doe dan gewoon niks. Dan is het op zichzelf staand gewoon een leuke film. Eén nummer één. Ja. En dan geen nummer twee. Prima zo. Ja. Hij doet het ook slecht in de bioscoop waar het geweest wordt. Dus wat dat betreft... Maar dan ben ik zo meteen heel erg benieuwd naar jouw cijfer. 6-. Okay. Hij krijgt van mij een 6-. Oké. Okay. Want hij is... De visual effects waren wel mooi, hè? Want basic, dat mag ook wel wat hebben, zal maar zeggen. Zeker, zeker. Ik heb niet met verveling zitten kijken. Ja, is ook belangrijk. Dus, ja. Oké, maar... Dus voor wat het is, maar het verhaal was heel zwak. Zou je dan naar de bioscoop voor gaan? Nee. Dus ik zou een Netflix kijken. Netflix, oké. Okay, ja. Een Netflixje dus, weer. Netflixje, ja. Nou, dus wat dat betreft zou ik daar lekker bij laten. En ik zou het ook niet gaan als het niet was. Dan ga ik het ook niet. Oké. Okay. Hey, tot de volgende keer. Doei.